Martin en Sita, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn in Dus Toch. En ja, Dus Toch, nou, dat bestaat al meer dan 25 jaar, hè? Ja, we gaan het 26e jaar tegemoet, hè, Martin? De begeleiding is hier al de hele tijd aan het klussen. En jij vond het wel leuk om ook even in beeld te komen en wat te vertellen, toch? Ja, maar ik toevallig ging naar boodschappen, dus. En toen zei collega Rob dat het misschien leuk is om... dat er gefilmd wordt en al. Ja, wat, ja, wat, te vertellen. Ja. Dat is ook leuk, want ik ben wel benieuwd. Hoe zien jouw dagen eruit? Waar woon jij nu, bij je ouders of waar woon jij nu? Ik zie nu heel vaak bij mijn ouders. Ja, ja. En, maar normaal gesproken ben jij best een belangrijke man hier in de winkel, toch? Klopt. Ja, wat doe jij hier normaal gesproken? Ik ben van de winkel, verzorg de muziek. Oké. Okay. En complimenten en... Ja, maar het allerbelangrijkste, wat doe jij? Met afvliegen. Oh, jij doet ook, jij bent de kassa-man ook. Ja. Ja. Nou ja, en die is nu nog leeg, maar nu begreep ik. Want de horeca moet natuurlijk nog steeds dicht blijven, maar met de winkel zijn jullie wel dingen weer aan het doen, toch? Ja, we gaan volgende week donderdag open. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Van 11 uur tot 4 uur. Oké, dus dat is weer. Maar dat is nog zonder cliënten. Dus dan gaan de medewerkers zelf. Ja, maar jij bent Sita en jij werkt voor Cerelo. En dat is de opvolger van Arduin eigenlijk. Ja, klopt. Hè? Dus dat is vorig jaar veranderd. Ja. Maar zijn alle medewerkers van Cerelo, zijn die wel weer gewoon aan het werk? Of nog steeds aan het werk? Er zijn een aantal die de dagbestedingen, dat is allemaal gesloten. En die werken veelal op woningen. Ja, ja. Die geven daar dagbesteding. Ja, ja. En dat doe ik ook. Maar jullie verkopen hier onder andere dingen van Atelier Veer, daar ben ik ook wel eens geweest. Ja, dat zijn deze dingen volgens mij, de borden en de... Ja, daar hebben we pakketjes voor gemaakt. En met Zeeuwse koekjes erin. En Zeeuwse appelsap en Zuid-Hollands. Ja, dat ziet er wel heel leuk uit. En dat was misschien een moederdagtip. Maar dat is voor jou, Martin, is dat toch ook wel wat... En dan gaat de winkel al een beetje open, maar dan mag je niet achter de kassa. Dat vind je toch ook wel vervelend, denk ik. Ja, maar ik hou wel digitaal contact... Met bijvoorbeeld Sita via WhatsApp, als ik het zo mag noemen. En Mirjam via videobellen. Dus dan kan je af en toe, als je ziet dat het niet goed gaat ervoor, dan kan je nog wel een beetje tips geven van jongens, dan moet je even zo. Ja, ja, nou dat is best belangrijk toch? Maar het leukste is als ik Mirjam bijvoorbeeld bel, dan zie je gelijk van, ze is bij de stoch, zit lekker aan een kopje koffie en al. En ja, zie dus... je zo'n smile van op haar gezicht. Ja, dat is wel leuk. Maar ik denk dat je collega's er zo wel mist, hè? Dat geloof ik wel. Heel, zeker. Het duurt best wel lang zo, hè? Ja. Het zijn allemaal toppers. Ja. Steunen elkaar. Ja. Staan voor elkaar klaar. Ja. En wat doe jij nu overdag, zo'n beetje? Mijn nieuwe hobby, met nanoblocks. Oké. Okay. Dan moet je dat wel kennen. Dat is Lego, maar dan net iets kleiner. Ja, ja, ja. Kijk DVD's van mijn lievelingsserie. Oh, wat is dat, je lievelingsserie? CSI Miami. Oké, okay, dat zie ik wel eens op televisie. Moet je van houden, de zaakjes. Ja, ja. Maak puzzels van 1000 stukjes. Zit op de computer, Facebook. Oh, dus je hebt best wel wat hobby's als ik het zo hoor. Ja, maar... Het is niet dat je echt verveelt. Ja, maar het meeste mis ik hier alle collega's en... Ja, ja. De gezelligheid, gekheid, muzikaliteit. Ja, van alles. Ja, maar jij draait hier ook altijd de muziek. En draai je dan zelf plaatjes of is dat van de radio? CD's, radio. Ja? En wat is je lievelingsmuziek? Dat is te veel om op te noemen. Een beetje jaren 80, 70. Maar disco muziek of hardrock muziek? Of? Hardrock mag niet voor... Stel, ik werk. Dan moet het muziek zijn die niet te hard zijn. Dat snap ik, want anders lopen er ook klanten gillend weg. Ja. Voor de gasten. Ja. Maar laat zeggen... George Michael... Careless Whisper, ja, dat is een mooi nummer. Ja, ja, ja. Niet mijn favoriet, maar wel een heel mooi nummer. Ja, zonder meer. Maar 's morgens voor 10 uur doen we schoonmaken en dan gaan we helemaal los met harde muziek. Hier de horeca, ik zie dat er hier al een scherm is gemaakt, bijvoorbeeld. Ja, ja, het is proberen een beetje creatief te zijn, een beetje vooruit te denken. En, het is natuurlijk allemaal onzeker hoe het uiteindelijk allemaal gaat lopen. Maar normaal hebben we 8 tafels staan en 1 hele grote. Ja, wij draaien, dat is al niet daar. Ja, hier levert gewoon heel veel ruimte in. Maar goed, ja. Ja. Dan het kan het terras natuurlijk buiten zetten. Maar jullie doen nog geen takeaway of zo hier zo? Nee, maar we zijn natuurlijk wel aan brainstormen over de mogelijkheden. Wat er mogelijk is, ja. Ja, ja, dus dat, ja, daar zijn we wel over aan het nadenken.
Dus ja, goed, als mensen natuurlijk komen afhalen, dan heb je alsnog wel een punt nodig waar ze moeten afhalen en moeten bestellen. Dus, De horeca is dus gewoon nog even afwachten voor jullie. Ja, precies. Maar we proberen wel een beetje te kijken van wat is er mogelijk. En hoe het allemaal gaat lopen, dat is een beetje onzeker. Maar, ja, nou, we wachten het af. Ja, ja. Dankjewel voor je toelichting. Ja, bedankt. Rob! Yo! Jij bent niet de grote klusjesman. Ik ben de grote klusjesman. Wat ben jij allemaal aan het doen? Ik hoorde dat jij die balie ook hebt gemaakt. Coronaproof gemaakt. En nu ben ik een deurtje aan het inhangen in het kantoor. Ja, nou ja. Dat, want ze zocht echt naar een ruimte waar je even privé kan praten met een cliënt als het nodig is. Zonder dat anderen zich er mee bemoeien. Dus jij verveelt je in principe niet. Jij hebt genoeg te doen in dit pand. Ik heb genoeg te doen, ja. En werk jij alleen op deze locatie ook? Ik werk ook nog bij de Zeeuwse muzikanten. Die doe ik de lichte geluidstechniek. Oh, echt waar? Oh, ja. Dat is wel een leuke afwisseling. Ja. Ik heb daarvoor jarenlang getoerd en op een gegeven moment ben ik ingegaan vallen in het Spiegeltheater. Oké, ja, en dat is natuurlijk ook weg. En dat verdween. Ja. En toen ben ik qua horeca ben ik hier terechtgekomen. Maar is er ooit nog een alternatief gekomen voor het Spiegeltheater? Nee, nooit. Nee, er is geen alternatief voor gekomen. Ja, nou ja, daar hebben we het andere keer dan nog wel over. Maar hier ben je in ieder geval lekker bezig. Dankjewel.